om aan te geven dat ze wel ons niveau zijn. Het is Kleber trouwens, bijzonder. Ja, die gaat sowieso naar A, maar A in... En het is Manfred van Berichthoven en... Oh nee, van Stijn. Aha. Ik denk het is Manfred van Berichthoven. Aangezien we met een 99% zekerheid A gaan verliezen, willen we dan gewoon een BC push doen. Dat zou je wel kunnen doen. Nou, we kunnen... En dan met de Petros gewoon aan die kant ook. En de Hindi's op A. I don't know, we kunnen volgens mij, voor mij kunnen we die Kleber best laag krijgen hoor. Ik ga gewoon focussen op die Kleber laag krijgen. Ik denk dat we dat wel kunnen doen. Laten we gewoon normaal spelen en Dus Hindi's naar B? Hindi's naar B, Petros naar A, naar 1-2 lijn. Bourgogne centraal. Ja, maar de tactiek vandaag is niet zo moeilijk. Gewoon de twee schepen aan de andere kant waar ze naartoe moeten. Ja, inderdaad. Spawn zijn die gaan naar die kant. Gewoon, ja, inderdaad. En... het is niet de eerste keer dat we zo spawnen, nee. Niet de eerste keer, het is elk potje zo. We geven de tegenstander iedere pot gewoon 5 seconden extra speeltijd. Om hun posities te geven. We zijn gewoon gul vandaag. Kan jij een pennen met je AP-bombs en dat je pen damage doet? Of zijn het allemaal overpens? Heb je het over Kleber? Ja. Nee. AP-bomb? Nee, echt niet. Ik heb zoveel superstraks, dat weet ik niet. Vandaar dat ik het vraag. Ik vond het een grappige vraag, maar nee, dat absoluut niet. Dat ding heeft 600 mm pen of zo, dat gaat nooit werken. Oké, Petros gaan de cap in. Ja, Ohio gaat ik. Ik denk dat het gereset gaat worden, maar niet. Daar is de Kleber. Kleber gaat buiten langs. Ja. Ik ga gewoon de Kleber hard focussen. Ja, oké. Ja. Dus kijk op, ik belachelijk veel lead indraaien voor die Ohio shells helaas. Ik ga met Torps. Ja, nee. Ja. Oef. Nice. Als we deze zo lang mogelijk resetten, dan komt het eigenlijk wel goed. Nou, fighter is nu net down, dus... Nee. Oh, jammer. Blindfire nog een beetje. Ja, ik kan niet meer. Ik zit achter de eilandjes. Same. Cycliper gaat aan de buitenkant. Def A staat aan van mij, Louis. Ja. Ik zou niet echt uitdrijven Manfred Torps, als ik eerlijk ben. Je dodgt het toch niet. Ben je net zo snel op je eigen plek. Eentje gelukt. Maar het kost wel tijd inderdaad. Klabber. Klabber. Hij is weer, weer 4k. Hij zit op 16k nog maar. Ah, fuck. Deze vier gooit wel goed in het eten. Wij hebben schot op hem, hè, Erik. Ja, oh, god, ik heb de verkeerde shells geladen. Wat doe jij hier nou? En 2k. Kleber zit op 14k. Ohio draait centraal. Ik ben gespotten nadat ik reset op hem. Ik ga uitdraaien. Ik spot, ja. Ohio draait naar het midden van hem. Heel mooi. Nog een reset op hem. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Eiland. Als je hem nieuw kan spotten, kan ik hem misschien een paar keer opschieten. Dat kan. Die gek staat met high explosion te schieten met zo'n OEO. Ja, mij ook net. Kan er niet op schieten, helaas. Okay. Nou, hij zit op onder de 14k, dus volgens mij is hij niet meer zo'n heel groot probleem voor je. Niet dat je zomaar erin kan rushen, maar. Ja, ik zat erover na te denken, maar dit is nog ik ben nog niet heel veel. Hij heeft een reload booster, hè? Ja, ja. Het ja. is echt one versus one. Dus. En we hoeven nog niks te doen. Nee. Maar voor jouw idee, het gaat goed heals, met er. Dus dat scheelt ook wel weer. Precies, hij zit er bijna half helft en heb geen heals. Dat is heel goed. Hoogst, de cycloon komt erin, hè, trouwens. Ja. Bram, ik heb nu nog een radar bereik. Als jij zo'n radar nodig hebt, geef even een seintje. Kijk, ja, ik heb op zich niet nodig. Ja, ik kom een beetje dichter bij jou wel liggen. Wat wil je doen, maatje? Nee, dan gaan wij door naar de 1 lijn. Maar ik schiet ze eruit, Bram. Ja, dat is goed. Niet dat ik heel veel geef om de fighters. Gooi jij het FAE aan? Ja, ik sta aan. Nice. Uh-oh, dat is eerder een tag dan ik had verwacht. Ja, daarom wil ik ze vooruit schieten. Dat is aanval afgeplukt. Yep, maar wel zijn pijn kwijt. Ja, inderdaad. Kleber zit inderdaad onder de helft. Ja, dat is nog steeds te veel, denk ik. Ik zat met een heel kon dat niet doen. Ik sta eigenlijk nu neus indraaien. Ja, als je met Ed erin rust, dan is hij zo dood natuurlijk. Hoewel, zo oppassen dat hij niet.
Kleber is hoe dan ook geen kat die zonder handschoentjes wil aanvatten. Ja. Ik heb over 10 seconden heb ik een reload booster op de kring. Hij explosive is geladen. Ja, er zit een petro dichtbij. Yes. Ja, ik denk dat ze hier zitten. Wij zijn bijna in positie om daar zo schoot op te verlenen. Mooi. Dat was een hele wing van hem. Ik ga hier op de hoek blijven liggen hoor, Erik. Ja, ik ben gespot. Helaas, één zit er dan maar. Oh nee, zei jij dat, Erik? Ja, ik blijf liggen. Goliath, focus inderdaad de petro. Louis, blijf doorvaren naar het eiland voor ons neus. Nu gebruiken we dat de Goliath geen schoot op ons heeft. Ik kan wel even weten waar die Kleber is. Ja, nog steeds hier, nog steeds hier. Die ligt klaar voor jellen, kun je nou wel zeggen. Zit die in redder eens voor jou? Fire op petro. Bijna laatste spot in radar bereik. Oh, er zit hier iets echt heel diep. Daar is ik in raar. Ja, mama. Louis, als wij schoten hebben, schiet op Kleber. Ja, bijna. Ik kan van hier raken. Ik kan niet zo niet schieten. Oh. Ja, ram er maar in, Ed, kom achter je aan. Let op de torso. Shots op Kleber. Ja, ja. Kleber 8k. Kleber 4k. Nog een keer schoten uit. Go, Eddie Ed. Ja. Nou, pas op, hè. Waarom doen we niet? Okay. Geen hits. Geen hits voor mij. Eigenlijk zo fijn zoals hij inderdaad even gespot was voordat Ed erin ging. Ik zie hem. Vuurtje op petro. Hij is full speed. Netjes. Denk op de torp, denk op de torp. Ik kom voor 1. Mooi. Hoeveel ga je er eten? 1. Oh, dat is netjes. Dat is goed. Wil ik ook een fighter brand als je die nog hebt? Nee, okay. Heb geen zin. Heb absoluut geen zin. Oké, okay. Nee, dan niet. Petro gaat naar voren. Ik had hem al gedropt. Oh crap. Deze is next. Ja. Als Jelle ernaast gaat liggen, is die redelijk safe voor Brains. Ja. Hij radart, Petro radart. Ja, gezien. Ja, Burma fire op petro. Burma fire. Ja, hij komt eraan. Ja, damage kan. Oh. Ja, daar zou ik ook van te kijken, broer. Ik dacht, oké. Pak een eiland om achter te liggen, Ed. Ja, ik ben heel druk bezig, jong. Ondertussen, Petro Pavlovsk is heel laag. Houden we daar de focus op? Ja. Hij is 20k. Okay. Heb je de defense en VE? Allemaal, daar komt hij gewoon. Twee citadels, nice. Heel laag, nice. Pak hem. Hij is aan het healen, hij is aan het healen. Kunnen jullie hem hebben of hebben jullie hulp nodig? Ja, we kunnen hem denk ik niet hebben. Ed zijn we kwijt, helaas. Health van Petro. 6k. Okay. Maken jullie hem af? Ja, we gaan hem afmaken. Dan ga ik switchen naar Ohio. Ed, sorry boys. Ja, prima. 4k. Was niet jouw fout? Heals voorbij. Ik kan met spotterplane denk ik ook. Deze kan graag uit, dat hij mij straks rust. Door Chocolate. Komt, oké, ze lijken het midden erop te pushen. Ja, oké, verander positie, jezus, woorden. Ja, waar wil je ons naartoe hebben? Nou, in het midden moet zijn. Permafire. Hier zo. Hup. Wat nou? Ja, laat maar. Hij dood. Ja, oh, hij gaat ook aan, trouwens. Even kijken. Wat is dat? Zo! Ohio is focus. Ja, die Hindenburg die moet je er focussen. Ja, ik ben bezig. Louis, hou positie even aan. Ik doe info-radar voor Goliath. Goliath blijft positie houden, dan houden we focus op de Ohio. Ja, oh, is het wel heel. Goliath wel. Oh nee, die Goliath komt erop. Oké, ik ben klaar voor die Ohio. Petro komt er achter die Ohio. Ja, die komt erna. Hij gaat proberen te torpen, denk ik. Maar gewoon alles op die Ohio. Alles ook op Ohio. Ja, fuck, die Goliath blokt mij van de uit de cap te gaan. En mijn torp zijn mis, denk ik. Switch naar AP voor de Ohio. Ja, fuck, ik ben bang dat je mij weer gaat verliezen, man. Ik kan nergens geen tand meer op. Ohio is dood. Kunnen we die spotten? Ja, die ga ik weer spotten.
Ik denk dat die ook blijf reverse, Louis. Hou het eigenlijk tot ons een beleid. De Glide is met wat anders bezig momenteel. Pas erop bij Jelle, de... Ja, ik kan nergens heen. Oprecht niet, ik ben dood. Die Glide stopt trouwens niet met pushen, jongens. Ja. Die Petrov ook niet. Nou, kies mee. Die Petrov eruit hebben gestopt. En gaat nu weer accelereren. Ik heb de shots klaar, hè? Zit je naar je G voor Petro? Drie citadels, maar niet genoeg. Ik heb twee torps eten. Poeh, dat eet wel heel erg. Voor zijn andere kant. Yep, dat ken ik niet, dodje. Hoe zit het met de Goliath? 2k nog, ik heb een beschadiging. Goliath is 20k. Die Petro is eruit. Oh, mijn guns liggen eruit. Hij staat in brand en hij vlot, dus hij is weg. Petro is dood. Goliath moet nu dood, die gaat mij rammen. Goliath gaat mij rammen. Ja, het maakt jou treden. We hebben een pointie. Nee, niet treden. Ja, nee, maar als hij hem ramt is het niet erg. Zo natuurlijk. Ja, ik ga hem torpen. Ik ga hem torpen, want dit is natuurlijk... Ik heb mijn defensive gaat nu aan. Torp zijn uit, hij is dood. Ja, hij is weg. Mooi, boys. Nice. Mooi, boys. Prachtig. Jongens, dit is wel super. Niet dood. Jongens, dit is wel smaar strak weer uitgespeeld, even zonder rollen. Ja, we hadden die Ohio, wat wij goed deden... Dus de V zit op 140k, vind je het heel gek. Ja, en wat wij goed deden is dat die Ohio en die Petro echt dood waren voordat ze in A lagen. Ja, ik had verwacht dat ze het langer zouden overleven, dus ik ging in de face van die Goliath liggen, maar had ik aan de achterkant. Ze gaven allebei broadset twee Hindenburgs. Ja, en de CV-focus van de Manfred, dus dat gaat ook niet zo best. Dat was wel de perfecte call van Jelle om te rotaten daar, of in ieder geval te move. Ik bedoel, anders blijf je hier liggen om iets wat hier is te stoppen. Maar er is dat gaat door het midden. Dus. Ik had nog niet eens goed en wel door dat daar een serieuze push plaats Nou, ik had al in de gaten, dus ik was al achterkant. Ik zat al achteruit die kant op. Voor het midden. Oké, andere team is nog niet begonnen, dus we kunnen of wisselen of we kunnen nog eentje spelen of... Wat denk je? Satisfied. We hebben het toch nog niet genoeg, denk ik. 17k op de Kleber. Ik denk dat we met...